nog steeds bezig. We see it. Ja. Oh, oh, kijk hoe slim ik ben. What? Phasmophobia. Alleen deze keer. Geen Sasha, niemand. Ik dacht ik ga weer een keer een potje Phasma doen, maar dan gewoon in mijn eentje. For all time's sake. Het winterseizoen komt eraan, weet je wel. De horrormaand komt er weer aan. Dan krijg je ook wat weer zin om te gamen. Ik moet ook eerlijk toegeven, ik ben nog steeds niet helemaal back in action met Phasmo, maar ik ga kijken wat ik kan doen. Klinkt wel heel spannend allemaal. Oh. Ja, ik heb nog steeds echt zulke noob equipments. Het is echt unglaublich, maar we gaan het er maar mee doen. Yes. Oh, het is helemaal niet zo donker. Chill. Oké. Okay. Wat? Oh, ik mis die! Shit! Wat de hel meteen al? Wat een lijpe geest, joh! Oh, mijn god, ik probeerde een foto te maken. Maar ook oh, ik ben vergeten te kijken waar de fusebox is, natuurlijk. Oh. Dat was zo goed geweest als ik meteen een ghostfoto had kunnen maken. Hé, hey, eerlijk, ik ben echt kapot trots op mezelf. Dat ik dit gewoon minder eng vind dan ooit, eigenlijk. Ik denk. Wat een actieve geest. Holy shit. Hé, hey, maakt hij nou wat aan hier? Ik denk eerlijk gezegd zelfs dat ik wel ready ben voor misschien nog wel engere games. Als jullie enge horror games laten weten in de comments, dan ga ik die weer gewoon spelen, weet je. Want ik heb het gevoel dat ik gewoon klaar ben voor de next step. Hè? Wacht even, wat? Wat kan nog meer de cursed item zijn? Niet een spiegel. Waar ligt... Oh, Ouija board misschien. Ja, daar liggen de kaarten. Oké. Ik kan wel vragen aan het Ouija-board waar de geest is. Dat kan toch? Dat je, where are you? En dan zegt hij, dan gaat hij spellen waar het is. En dan krijg je die sanity heel snel omlaag. Ik moet de sanity toch onder de 25% hebben, dus... I might as well. Where are you? Wat? Mall room? Nee, hij heeft de fusebox uitgedaan. IMF 5, oké. Helder. Mall room? Wat is de mall room? Dat stond er toch? Of las ik het nou niet goed? Oh, snee. Oh shit, het is veel te erg naar beneden gegaan. Ja, ik heb deze snel afgestreept, maar... Oh mijn god, 13%. IMF5 is er wel. Oké. Aansteker heb ik nooit eerder gebruikt. Never used that before. Oké. Ja, maar ga ik... Ja, cruising moet ik ook al meenemen eigenlijk. Ja, oké. Oké, we moeten snel handelen. Ik weet dus letterlijk niet welke kamer die zit nu eigenlijk. Die leg ik wel hier neer in ieder geval. Run. Oh my god. Shit. Shit jongens, ik ben bang dat deze verpest is. Ik ga dit niet meer kunnen redden. Dit gaat niet meer lukken. Dit is onmogelijk. Welke kamer zit hij? Dit is onmogelijk om nu nog te doen eigenlijk, denk ik. 5%! Oh mijn god, kijk die activiteit. Nee, dit kan niet meer. Shit! Hoe ga ik dit doen? Ik weet niks. Ik weet alleen IMF5. Hij was wel echt super aanwezig. Dat is een Wraith of een Raichu of zo misschien, maar... Ja, hoe de fuck ga ik dit doen? UV light en ja, camera. Dat is de enige die we nog kunnen meenemen. Oh gosh, ja, dit is onmogelijk. Ik weet niet eens welke kamer die is. Mall room, dat stond er toch? Wat is dat? Is dat dit? Wacht, heb ik niet die temperatuurmeter meegenomen? Oh. Run. Shit, zag ik meer naar binnen gaan? Oh, ik heb kippenvel. Ja, dit is onmogelijk, gast. Ik heb het zo erg verpest door die Ouija board te gebruiken en niet eens te weten welke kamer die bedoelt. Maar hoe weet je welke kamer die bedoelt? Even serieus. Zie je fingerprints ergens? Nee, hè? Nee, dat is hem dus niet, denk ik. Maar is het gewoon... Hal? Nee. Hè? Sorry, ik moet even die thermometer hebben ook. Nah, dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Nou, we hebben de camera erbij. Oké, we hebben in ieder geval iemand 5. Als we nog eentje hebben, dan kunnen we best wel veel uitsluiten al. Dan weten we namelijk... Want die geest is super actief aan het begin. Dus dan weten we in ieder geval... Shit. Oh my god.
Oh mijn god, ik probeer die deur open te maken. Hij komt hier vandaan, lijkt wel. Oh mijn god, hij is nog steeds bezig. Oh mijn god, hij was nog steeds bezig op het laatste. Ik heb heel veel massa. Wat? Nee, dit is onmogelijk. Ik kan het niet meer doen. Ik kan het niet meer doen. Het kan niet meer. Hoe ga ik dit doen? Dit is onmogelijk. Een wraith zou het kunnen zijn. Een Raichu zou dat het kunnen zijn. Hij zit wel met power te kloten ook. Electrical current, ja. Overwhelming power. Luister, het moet een Raichu zijn. Het moet een Raichu zijn, want het is een demon. Hij was super aggressive in het begin. Dus er is één manier om dit op te lossen. Dat is dat ik het nu goed gok. Het is een Raichu. Want hij zit de hele tijd de fusebox uit te doen en zo. Het moet het wel zijn. Dit is zo'n raar potje. Ik heb het echt zo dom gespeeld aan het begin. Een Oni, what the fuck? Nou, dit was echt de slechtste game ooit. Shit, man. Wat een noob, Nick. Oké. Nou, volgende keer beter. Helaas. Yo, we zijn weer terug. Eigenlijk dacht ik van, het wordt gewoon één potje in de video. Maar ik kon het niet laten. Ik moet dit even nog een keer proberen. Dit ging echt veel te slecht de vorige keer. Nee, heb ik niet. Photos goes. Weer die sanity onder de 25%. Dat is wel heel wild, hoor. Goed, de vorige keer lukte dat iets te snel. Zo, wat de hel? Vorige keer was het echt super mooi weer. Oké. Hey, kijk. Dit is al een veel betere start dan de vorige. Meteen het botje gevonden. Oké, die dingen zitten wel vol. Dat is een beetje zuur. Kijk in de kelder. Hoe hier de mooie hebben. Een verstopplekje misschien. Ja, die verstopplekje hier. Oh, weer het Ouija board. Oké, we gaan niet dezelfde fout maken. Ik ga het niet meer vragen. I wouldn't dare. Dat is wel chill. Mocht ik de sanity uiteindelijk even snel omlaag willen halen, kan ik gewoon het bord pakken. Want dat gaat dus super snel, ben ik achtergekomen. En deze ook. Oh. Hoor ik dat hier? Hoorde een deur. Deze deur, hè? Ja, oh! Freezing temperatures. Tenminste, oh nee, wacht, dat is tegenwoordig ook niet meer freezing, hè? Wel. Is dat in deze kamer of in... Ja, het is hier. Oké, volgens mij is deze kamer letterlijk. Let's go! Oké, even kijken. Boom, boom. En dan zitten we hierop. En nemen we deze mee. Kadang! Zo, nu zijn we echt... We zijn on the move. Ghost orb. Ja hoor. Een ghost orb al gespot. Ha! Oh! Huh? Volgens mij liep hij letterlijk door de DOS projector. Ik moet de temperatuurmeter halen. Zo, dit wordt echt een speedrun. Ongelooflijk. Thermometer. UV light. Dit. Oké. Kijk hoor. Do we see it? Ja. Kijk, daar loopt hij. Oké, wacht. We hebben nu al DOS ghost orb. Nog een laatste dingetje. En dan zijn we er alweer. Dit wordt echt een speedrun. I still got it, baby. I still got it. Gewoon een domme fout gemaakt vorige keer. Zo, ik leg het hier neer. Schijnt hij gewoon op die deur. Zie ik meteen als er een hand op zit. Tering slim, yo. Het vriest niet, toch? Nee. Of zakt hij er wel onder of niet? Nee. Het is wel koud, maar hij zakt er niet onder. Where are you? What is your name? How old are you? Oh, kijk hoe slim ik ben! Woe! Zal ik er zelfs twee maken, toch dan? Is dat nog steeds zo? Interaction en fingerprint. Ja. Oh mijn god. Kapot slim ben ik. What the hell? Wacht even hoor. Dit is ziek. Wat moet ik nou nog allemaal meer doen? Oh mijn god. Zieke speedrun. Oké. Sanity omlaag. Parabolic microphone. Heb ik? Foto van de geest. Ja, dat is het enige wat nog wat chill zou zijn. Sanity omlaag. Dan zijn we er, hè? Hallo? Even het licht aan. Kijk. Nog een vragen. Where are you? Dankjewel. Kijk, dat kost wel wat sanity. Oh. Die geluiden die hij oppikt. Even kijken of je dat telt als... een paranormal sound, you know. Oh, ja, dit is al gelukt. Oh, nee, niet. Net niet eronder, oké. Ja, kijk, dit is al gelukt. Alleen nog een foto en onder de... Oh my god. Ultimate speedrun. Oh. Sorry dat jullie niks zien nu.
Boom. Gaan we weer. Run. Shit. Ik was niet goed voorbereid. Ik heb geen idee, maar het is wel een risicootje. Oh, zo weer weg. Oké, nou, misschien moet ik de foto gewoon skippen. Aangezien hij zichzelf alleen maar vertoont als hij aan het hunten is, bijna. Dan wordt het wel weer ingewikkeld. Kijk, laat ik gewoon even een goede de pakken één keertje. Sanity is gelukt, neem ik aan. Ja! Oké, dan hebben we letterlijk alles. UV, Banshee. Dan hebben we ook die Banshee scream kunnen opvangen. Nou, daar heb ik geen zin in. Banshee, we gaan ervoor. Oké. Vertel het ons. Perfect game. Speedrun. Gast, waanzinnig. I still got it, baby. I still got it. Nou, jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende keer.